heel traject gedaan om zo ver te geraken. Maar wat ons vooral boeide was, Sophie heeft in haar jeugdjaren op school gezeten in Zweden. Dat is hoe het onderwijs eigenlijk is in Zweden. Wat ik me herinner is dat we eigenlijk vaak in projecten werkten, dus rond thema's. Dat er geen toetsen waren, dus dat we geen punten kregen. Ik heb dat ooit eens gevraagd, herinner ik mij, want ik heb daarvoor zat ik in een Franse school, toen in Frankrijk, en daar kregen we uiteraard wel punten. Dan zaten we ook in bankjes, zo per 2 of per 1, zoals hier in België. En in Zweden waren dat eigenlijk meer eilandjes. En er waren bepaalde uren die vastzaten waarvan je wiskunde, waarvan je bezig was met wiskunde of schrijven. Maar dat waren eigenlijk allemaal zelfstudieboekjes. Dus, en die waren daar en iedereen moest eigenlijk gewoon zelfstudie doen. En als dat boekje vol was, dan moest je naar een docent gaan en die ging dat bekijken heel snel. En als die duidde dan aan dat er iets fout was of iets goed, en dan, die zei niet wat er fout was, maar dan moest je terug naar je bank gaan en gewoon terug zelf uitvinden of uitzoeken wat er fout was, om dan terug naar de docent te gaan. En dan konden ze ons naar wiskunde 1.2 gaan of zoiets. En wat ook heel fijn was, is dat we dus een houtatelier of naailessen, dus dat kreeg je ook sowieso ook, cello leren spelen. En je kon kiezen tussen viool of cello en die instrumenten waren daar op die school. Dus dat was eigenlijk een beetje een volledig pakket eigenlijk dat je mee kreeg. Muzikaal, naaien of hout, dus eigenlijk met je handen leren werken. En wat ik me ook herinner dat echt geweldig was, is dat de deur van de klas was altijd open. En wat dat inhield was dat je, als je naar het toilet moest gaan, dat je gewoon kon opstaan en naar het wc gaan. Ik kreeg daar, ik kwam in de problemen toen ik na mijn 12e dan terugkwam in België en ik dan gewoon opstond om naar het wc te gaan, maar dan, ja, dat is zo, wat ga jij doen? En ik zei, ja, ik ga naar het wc gaan. Jij moet je hand opsteken. En ik zo, waarom? Ik moet gewoon naar het wc gaan. En dan was dat, ga terug naar je stoel. En ik zo, oké, dan ga ik terug. Ik zei, maar ik moet naar het wc? Nee, steek je hand op. En ik denk zo, mannen, kom, het is goed. Ja. Goed, dus die deur die was gewoon open en de bibliotheek dat was ook gewoon een open ruimte. Dus stel dat je even iets anders wou doen, dan kon ik gewoon naar de bib gaan. Ja, en er waren om de zoveel tijd waren er ook. Het was echt geen privéschool of zo. Mm-hmm. Het was niet dat ze meer geld hadden of wat ik vond. Het was echt een gewone school in een Fiskebeek. Dat is zo'n half uur van Göteborg, dus echt een vissersdorpje van vroeger eigenlijk. Dus gewoon. Ja. Ik voelde geen druk van prioriteit. Wat wel heel fijn was, en ik herinner mij, ik tekende altijd en ik schreef heel veel. En er waren altijd heel veel papier beschikbaar. Van alle kleuren van de regenboog. En ik maakte constant boekjes waar ik dan zo verhaaltjes in schreef en over zonen. Ik had er zo 10 dan teken ik de hele tijd. En wat dat is iets wat ik deed of zo. Dus. Soms kregen we, zoals ik zei, thema's. Dat was zo'n thema, boerderij. Ja. Waar we rond werkten. En dan zijn we ook echt naar een boerderij gegaan. Er was inderdaad gewoon een openheid van oké, we gaan nu naar daar. Oké, we gaan nu naar daar. En ik herinner mij toen ik op... Ik zat op een Sint-Jans Bergmans college tussen mijn 12 en mijn 18 toen ik in België kwam. We hadden een paar daguitstappen, maar ik weet niet hoe dat kwam, specifiek mijn jaar of zo, maar vaak werden die gewoon afgeschaft. En dan gingen we toch niet naar buiten. En ik dacht zo, allee, ik kom naar buiten. Ja. Binnen zitten, kijken. Hand opsteken, niet praten. Dus je had eigenlijk het gevoel dat in Zweden dat je veel meer in de klas ook jezelf kon zijn, dat je uniek mocht zijn. Ja, ik voelde mij wel absoluut meer op mijn gemak. Er is ook één ding dat heel bijzonder is daar, toen in die school, ik weet niet of dat op elke school is, maar je kreeg, dus je had eigenlijk je klas en dus iedereen gaat gewoon over steeds, maar de docent gaat mee eigenlijk. Daar zijn positieve, of misschien
ja, je kunt daar ook kritiek op geven, maar je groeit eigenlijk mee. En een volwassene docent groeit ook mee eigenlijk. Ja, ik vind dat wel een heel bijzonder gegeven. Je creëert echt een groepsgevoel. Ja. Ja, en dan met de leerkracht waarschijnlijk een bepaalde band. Absoluut, ja. Ik kan me ook herinneren, dat is wat zo eilandjes waar ik kon zitten, maar soms gingen we ook gewoon zitten en praten met de docent. En die zat dan op een bakje of op een kussentje, maar wij zaten in een kringetje er rond. Mm-hmm. En dan bespraken we soms gewoon dingen. En dat was echt heel fijn. Ja. Nu heb ik dat in mijn leven ook teruggevonden, maar eerder als je zo van die workshops gaat doen in zweethutten of spirituele kringen, dan ga je ook in een cirkel zitten. En wordt de praatstuk door. Ja, de talking stick. Ja. Maar in België, wat ik gewoon meegemaakt heb, en wat ik weet, dat eigenlijk het onderwijssysteem sinds de jaren 50 niet meer veranderd is. Dus je zit eigenlijk klaargestoomd om in een fabriek te werken. Daar heb ik er al onderzoek naar gedaan. Dus je zit per één of per twee en je moet één richting kijken. Je hebt dan de klok die duidelijk zegt wanneer iets begint, wanneer iets gedaan is. Je hebt ook de bel, gelijk in een fabriek. En ook de hand opsteken naar het toilet te gaan voelt aan alsof dat je in sommige jobs dat je ook zelfs moet uitchecken. Ik ga even 2 minuten naar het wc en dan inchecken terug. Oké, mag terug. Terwijl ja, in Zweden was het gewoon als spelend onderzoeken en zijn of zoiets. Heb je dat dan ervaren als je dan hier in Vlaanderen kwam en je hebt het verschil eigenlijk mogen proeven en mogen voelen aan de lijve, maar ook van wat dat met jou eigenlijk als kind doet. Hè? Dus nu in het onderwijs zijn we ook zoekend, omdat we wel aanvoelen als leerkracht dat bepaalde systemen toch niet meer juist werken. Ik heb onlangs ook gelezen dat de meest gelukkige mensen, dat die ook in Scandinavië, ik geloof zelfs dat het Zweden ook is. Dat weet ik niet. Ja, dus misschien heeft dat daar ook iets mee te maken. Daar zijn ze heel erg bezig met aangenaam maken van kinderen, zit wel heel erg in die cultuur ingepakken. Ja. Bij alles. Ja. Voor kinderen, heel veel voor kinderen. Ja. Ook ja, je kan eigenlijk maar gelukkige kinderen krijgen als je gelukkige volwassenen hebt. Absoluut. Wat ik heel graag had gehad, het is iets heel simpels, maar dat is misschien voor elke les dat je zo 1 of 2 minuten stilte neemt. Dat je eigenlijk al vanaf de kleuterklas kinderen leert mediteren, omdat er al zoveel prikkels zijn. En ook mijn iPhone. Ik heb ooit eens in een restaurant gewerkt en een van de lelijkste dingen, dat was het lelijkste dat ik ooit gezien had in mijn leven. Vader en moeder, die zaten tegenover elkaar en dan zoon en dochter ook tegenover elkaar. En ik bracht het eten en die zoon en die dochter die waren echt misschien 6 of 7 en die waren op hun tablet bezig, apart. En die zaten aan die tafel en het eten werd gebracht en die zaten daar nog op. En er was eigenlijk geen communicatie tussen het meisje en de jongen, nog het meisje en de vader, nog het meisje en de moeder. De ouders waren aan het spreken, ja. Maar ja, als je kinderen al dan meeneemt in een restaurant, dat lijkt mij iets dat niet alledaags is ten eerste. Ten tweede dan 6-jarige een tablet geven en zo. Dus ja, wat ik heel erg miste was filosofie. Ja. Ik had nood aan filosofie, ik had nood aan psychologie. Ik zat in economie talen en dat kreeg je enkel in humane. Terwijl ik denk van, dat zijn toch echt heel belangrijke dingen. Wat ik ook heel graag had gehad, ja, leren met je gevoelens omgaan. Leren met gevoelens omgaan van de ander. Leren grenzen zetten. Ja, en in je kracht leren staan. En niet gewoon de hele tijd random informatie krijgen. Echt, maar ja, goed. Mijn onderwijssysteem rondlopen van 50 jaar terug is overduidelijk. Ja. Fout. Ja. En ik denk, moest ik nu een tiener zijn en nog steeds op die banken zit ik zo echt nog doodverveeld. Ik kan me wel iets herinneren van iemand die nieuw was. Hij heette Jimmy. En hij was een beetje onhandig, denk ik. En daar was wel zoiets zo van, niet per se pesten, maar toch zo van. En ik kan me herinneren dat we er toen in die cirkel over gesproken hebben. Ja. Ik ben ook echt een volledige voorstander van als er iets is,
je voelt iets, of er is een probleem, om daar vrijuit over te praten met de volledige groep en niet gewoon degene die de verstoorder is of de stoorzender, zo gezegd, om die apart te nemen, er apart mee te gaan praten. En nee, dus gewoon de hele groep en dan eigenlijk, en tegelijkertijd is dat ook een oefening in je leren, je gevoelens leren uiten. Tegelijkertijd ook een oefening in communicatie. Als de ene praat, dat je de ander dan niet onderbreekt. En dat iedereen gewoon zijn zegje mag doen, hoe lang dat ook neemt. En dat zijn skills die voor het leven echt zo belangrijk zijn. En zo'n dingen leer je gewoon niet. Als je moet zwijgen, alleen moet zitten, je hand moet opsteken als je iets wilt zeggen, of naar het wc te gaan, of weet ik veel wat. Of hoe mensen creëert je dan? Ja, het is een thema dat mij boeit. Dat mij enorm boeit, ja. Want ik bedoel, je hebt het echte leven en dan heb je die plekken en dan denk ik van, ja. Maar, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom dat jij gekozen hebt om actrice te worden. Ja, ik leer het liefst als spelend, merk ik. Dat is wel een veilige plek om voor mij voelt aan als een veilige plek om te voelen. Ja, dat is misschien ook wel een belangrijke, dat er in een klasmilieu, mm-hmm, dat je daar als leerling je veilig voelt. Of? Ja, veilig voelen, ja. Dat is heel belangrijk. Ze hebben mij echt van het ene uiterste naar het andere gegooid. Ik heb me nooit die vraag gesteld van hoe komen jullie daarbij? Een heel mooi initiatief vind van dit blad. Dat jullie echt thema's bespreken die echt heel belangrijk zijn.